daar is Lee Bonnis, die is meteen los en kan die bal misschien voorgeven. Hij schiet zelf en raakt de paal. De opbouw van de Vriezen bestaat tot nu toe vooral uit lange halen. ADO probeert het iets vaker voetballen. Nu schiet die bal door en dan gaat Bonnis nog door. Die gelooft in die bal. Lee Bonnis, de Noordier. Is dit een strafschop? Ja, dit is een strafschop. Brian Dieling zou de overtreding hebben gemaakt. We hebben geen VAR, er hoeft dus niet over gediscussieerd te worden. We hoeven niet lang te wachten. En dus komt er een strafschop. Lee Bonnis. En hij scoort opnieuw. Kersvers, Noordiers International, Annex Kultheld, zet Adenaar al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Dan wordt hij binnengekopt en is het deze man, Stoela Ottersen, de rechtsback die daar helemaal vrij staat. En de hoekschop daar en de volgende treffer van Cambuur, dit is al de tweede hoekschop die resultaat oplevert. En dan is het zomaar 2-1 voor Cambuur en is het ook de tweede treffer van Stoela Ottersen. En nog een minuut of 20 te spelen. En nog een vrije trap ook nu. Steven van der Sloot heeft het heel erg lastig in deze wedstrijd. Ja, in één keer! In één keer! Wat een doelpunt zeg! Mark Diemers! Hij doet het gewoon! De vrije trap vanuit een hele lastige positie in één keer in het doel. In de slotfase van deze wedstrijd heeft ADO Lasse Viegen als extra spits erbij gegooid. En gaat het aan de andere kant helemaal mis. En wat wordt dat fraai afgemaakt zeg. Wiebe Kooistra. Weer een mooie treffer hoor. En ADO Den Haag wordt hier compleet te kijk gezet in het eigen stadion.